Welkom bij de Hooghoud Challenge, de competitie van Cambuur TV. We beginnen met het hooghouden van een normale bal met het verkeerde been. Hiervoor kan de speler 1 punt per keer verdienen. Ciro en Toko, hi. De derde speler bij de Hooghoud Challenge. Mm-hmm. 49 is op dit moment de topscore van Ricardo Kip. Okay. Denk je dat je dat gaat halen? Ja, denk ik. Ja. We zullen zien, ja, ik ben benieuwd, dus we zullen zien. Ja. Dat is wel een verdediger, hè? Ja, zijn precies. Jouw kwaliteit? Ja, nou, dat is echt niet mijn kwaliteit. Maar ja, ik ga mijn best doen. We zullen zien. We gaan het zien. Yes. Succes. Ai. 21! Ja, ja, ja. Dan ben je al heel eind. Is goed, toch? Dat is lekker. Heerlijk. En dan komt nu ronde 2. Uh-huh. En je hebt in ronde 1 al een behoorlijke 21 punten neergezet, als het niet is. Dus drie keer met de spons zou voldoende moeten zijn. Ga jij voor de spons of ga jij voor een andere? Nee, voor de spons. Voor de spons? Ja, zeker. In de tweede ronde moet de speler met een vreemd voorwerp hoog houden. Hiervoor kan hij een verschillend aantal punten verdienen. 1 punt per keer voor de plasticbal, 2 punten voor het hondenspeeltje, 3 punten voor de bal zonder lucht, 4 punten met de tennisbal en 10 punten voor de spons. Maar jij kunt er ook voor kiezen om een andere... Nee, deze is beter. Dus ik hoef gewoon 3 en ik ben gewoon... 3 keer en dan ben je er. En dan breekt het totaal op 71, als ik me niet vergis. Ik ben echt ver van de keeper nu, hè? Ja. Heerlijk. Dat was makkelijk, toch? Huh? Niks meer, niks minder. Niks meer, niks minder. En dan is dit nu de stand van de Hooghoud Challenge.